Dan moet je de bal maken. Het is nu al niet moeilijk. Deze expositie is speciaal bedoeld voor de bewoners van het Zalmerijk. Maar iedereen dat ik in Hagensbergen mag zomaar binnenlopen overdag en genieten van deze, wat ik zelf vind, een hele mooie tentoonstelling. Elk jaar is het weer een uitdaging en dit jaar is het ook weer gelukt om iets moois neer te zetten van de historische kring. We hebben bij de historische kring een heel groot fotoarchief. Ik ben nou zover dat ik een klein beetje de helft ken. En de andere helft moet nog ontdekt worden. En ja, en dan zoek maar wat leuks wat aanslaat bij de bewoners van het Zalmerijk. En natuurlijk voor onze eigen tentoonstelling met de kerstmarkt. Deze foto's zijn allemaal gemaakt van Haagsbergen. Maar heb je niet zelf gemaakt of wel? Heel veel is uit het archief. De aanvulling is meestal uit eigen camera, maar dat is dus voor deze tentoonstelling minder belangrijk. Het oude, dat spreekt deze mensen het meeste aan. We hebben hier een heel mooi voorbeeld hoe Hagensbergen in heel rap tempo verandert. Dit pand heeft iedereen wel eens een keer in Hagensbergen schroeven gehaald of een bezem gehaald. Het pand schutten. Dat wordt nu afgebroken en er komen appartementen in. De moskee van Hagensbergen en hoe dat vroeger was, dat was dus een soort huisartsschool, een dependance. En nu staat er een moskee. Het dorp staat er nog, maar het pand De Kappen is hierbij gekomen. De Bank Jordaan, iedereen bekend, is nu een appartement. En ze wordt alle panden in Hagensbergen omgetoverd tot appartementen. Om de mensen een beetje terug in de tijd te nemen, is nu het onderwerp Hagensbergen van boven. We hebben hier een hele mooie foto, dat is echt wel herkenbaar, van de molen aan de Verzandstraat. En dan kunt u eens een keer zien hoe het anders is dan op straat. Ik weet zo langzamerhand wel wat aan foto's aanwezig is. En dan is elk jaar weer de kunst om een thema te zoeken. Wat laat ik de mensen zien? Waar kunnen ze dus hun herinneringen kwijt? En bijvoorbeeld, daar is een mooie foto uit het archief. Van in 1983, ook gemaakt vanuit een vliegtuig. En dan zie je pas goed hoe Hagensbergen in de loop der jaren veranderd is, bijgebouwd is, sommige dingen die zijn weg en dan wordt er weer wat nieuws. Hagensbergen was in bepaalde jaren voetbalbrutel, maar gelukkig zijn ze er natuurlijk weer van afgestapt en koesteren toch wel het oude. Hier kunnen we weer met trots zeggen, gelukkig hebben we de foto's nog. Dit is het viaduct van een rondweg. En wat komen we hier tegen? Het voormalige timmerfabriek van Ter Huurne. Iedereen die richting Buurse ging vroeger, kwam er altijd langs. En dit is ook weer een hele mooie nieuwe wijk geworden. Hier hebben we het Zalmerijk. En de hele vleugel, wat er nu al aanwezig is, wordt hier gebouwd. We hebben de foto's gedigitaliseerd, goed uitvergroot. En op die plek wordt een wijk gerealiseerd. Die foto's zijn zo ontzettend scherp dat je de bomen nog kunt zien. En nou, niet iedereen weet natuurlijk wat er zich af heeft gespeeld in Hagensbergen. Dus dit is echt heel specifiek voor de mensen die dus heel veel het dorp goed kennen. Al die mensen die dus de foto's bekijken, moeten eerst even goed nadenken. Wat zie ik eigenlijk? Waar is het? Bij sommige foto's staat het de straatnaam bij. En bij sommigen, ja, dan moeten ze even fantaseren, die hebben hulp nodig. Dus het is niet zo 1, 2, 3 dat ze zeggen kunnen, hé, dat is het. We hebben hier een foto hangen van de Zalmerijk. Hoe gek het ook klinkt, een foto van de Zalmerijk van boven is heel anders dan op de grond.